Dit is Reinoud Ritsma. Dit vrouwliesidool is vooral bekend als jonger van Vangrail. De Frieske band scoort werkelijk hit na hit. Tjentwurdig is Reinoud Ektesien als presentator op de Frieske televisie. Hey doe, het is tijd voor check. Morgen is de beest. Reinoud komt van Stiensgeer. Dat leidt in de woorden. Dus is de vraag... Hey doe, wat wist Oijs van Keertsen? Nee, ik heb eerlijk weer geen enkel idee. Dit is Joop Wittermans. De 64-jarige acteur uit Beetsterzweeg is te zien in tal van films. In Frieske en Nederlandstalige dramaseries en in commercials. Joop giert als een speer. Maar weet hij wel wat een boppenslag is? Het zou wel een geweldige kanaalwest hebben. Dit is Jan Bruin. Jan is topscorer aller tijden bij SC Cambuur. Er is net een voetballer die in tjenst van de Leeuwarders meer doelpunten maken heeft. Jan komt van het Ameloon. Daar het nog neer een keer te wennen. Dus, vreeg je mij om Jan Bruin, wat betreft alles aan de hang? Nou, het zal alles uit de kast zijn. En dit is... Uws leraar Haptamoe de Hoop. Het 13-jarige keertsfenomeen uit Wommels. Hij weet alles van keert. Goedemorgen. Goedemorgen. Het materiaal van een keertse bestaat uit een bal en uit een wand. De bal is ongeveer 44 gram. Van binnen zitten kooien hierin. Dit is een wand. De wand wordt gebruikt door de mensen in het park. Ze gebruiken die voor de uitslag om de hand te beschermen. Of ze hebben samen een blessure. Master, wat is nou eens een perk? Dat is het vak waar je met de opslag de bal heen brengen moet. De opslagpartij moet de bal van al achter deze lijn in dit perk slaan. Twee van per toer staan in het perk en die moeten dan beschikken om de bal zo vier mogelijk ver te slaan. En bij het opslaan en het uitslaan kun je bij keertsen punten hellen. De rede popkes, dat is de opslagpartij. Zij kunnen punten hellen als ze de bal heel moeilijk in het perk brengen, zodat de orenpartij de bal net veromslaan kan. Dat neem je een sitbal. De opslagpartij kan ook punten hellen als ze de bal in het perk brengen en de orenpartij slacht de bal weer om, boeten de grenzen van het veld. Dat is een kweerslag. En de opslagpartij kan punten hellen als ze de bal opslaan, de orenpartij slacht de bal weer om en dan slaat zij de bal heel vier weer om. De orenpartij is een uitslagpartij en zij kan vanzelf ook punten hellen. De witte popkes, dat is de uitslagpartij. Zij kunnen punten hellen als de opslagpartij de bal opslacht en de bal komt net in het perk te lonen. De bal stuit het achter of nijst het perk. Dan is de bal woeten. De uitslagpartij kan ook punten hellen als de opslager de bal opslacht en dan slaat zij de bal heel vier weer om. In één keer over de achterlijnen heen. Dat neem je. Doe maar, Jan. Een bobbenslag, meester. Dat is de theorie van deze week. Alles helder? Nou... Mooi, gaan we na je week naar boeten. En dan nou, de keertstip van Haptamoe. Het patoer bestaat uit drie spielers. Steen de fjouwer, dat is niet erin te volgen. Na je week in Keertsen voor Dummies. Slaagt Joop een bal vliegend op. Ah, het komt dan heel mooi. Doch blikken dat Reinoud aardig wat talent heeft. Wie dan keert hem net, hé? En wij noteren de eerste bobbenslag voor Jan Bruin. En dat alles onder de bezielende leiding van Haptamoe, de keertsguru.